Goedemorgen, mevrouw. In deze wil ik een vlag hebben over De Man Zonder Ziekte, geschreven door Arnon Grunberg. Kijk, daar is hij. Ik ben niet de beste editor of the world, maar ik denk dat ik dat wel kan doen in een simpele foto op de scherm plaatsen. Het boek werd voor het eerst uitgedeeld op 23 mei 2012. Bestaat uit 192 bladzijden en is in twee delen gesplitst. Het heeft als thema noodlot. Ik zal daarover later meer vertellen. Ik denk niet dat het boek het lezen waard is, maar ik zal dat ook wel later toelichten. De hoofdpersoon is Samarendra Sam Ambani. Er zijn ook bijfiguren Nina, Sams vriendin, Dave Luscombe, een compagnon van Sam, Sams moeder en Aida, Sams gehandicapte zusje die hij graag wil genezen. Sam wordt door zijn ontwerp voor een nieuwe opera-gebouw uitgenodigd door Hamid Shakir Mahmoud van de Worldwide Design Consortium om naar Baghdad te gaan. Als hij in Baghdad is, ziet hij dat Hamid Shakir Mahmoud dood is. Zijn beveiligers houden hem in een veilighuis. Hij is na een tijdje de veiligheid beu. Hij besluit te ontsnappen naar een Zwitserse ambassade waar hij voor hulp gaat vragen. Echter komt hij met een taxi naar een checkpoint waar een groep militairen hem vervolgens gevangenen nemen. Hij is uiteindelijk bevrijd door de Zwitserse ambassade. In deel 2 moeten Sam en Dave een bibliotheek en bunker in Dubai ontwerpen. Ze zijn klaar ermee en willen met andere projecten beginnen, maar de Dubai Engineering Authority wil het bibliotheek nog uitbreiden. Daarvoor hebben ze hun nog een keertje nodig. Sam besluit erin te gaan. En het enige wat ik nog daarover ga vertellen is dat het niet zo goed gaat in Dubai. Oké. Waarom vind ik dit een slecht boek? Ten eerste, het boek is te openeindig. Je hebt al deze vragen als je het boek leest, maar krijgt geen antwoorden daarop. En dat laat me denken aan een zin in het boek. Op pagina 136. Ik kan me toch niet verdedigen tegen anonieme beschuldigingen, zegt Sam. Op dat moment greep de rechter in. Je kunt ervan op aan dat de beschuldigingen niet anoniem zijn, dat de getuigen betrouwbaar zijn en hun argumenten onweerlegbaar. Je voelt je aan het einde van het boek net zoals Sam zich hier voelt. De schrijver voegt dingen toe waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn en zullen aan iets bijdragen, maar hij laat het daar gewoon bij. Je vraagt jezelf af, waarom was dat toegevoegd? Neem bijvoorbeeld pagina 119 en 118. Waar Sam Rose voor de tweede keer ontmoet. Wij hebben elkaar toch al eens ontmoet, zegt hij, een paar weken geleden. Ja, zegt ze, maar het komt niet overtuigend uit. En hij begint zich af te vragen of ze dezelfde vrouw is van een paar weken terug. Of ze misschien een andere Rose is. En later, hij weet nu bijna zeker, ze is niet dezelfde Rose. Er werken meerdere mensen met dezelfde naam en bijna dezelfde uiterlijk bij Dubai Engineering Authority. Ik dacht, wauw, er komt een Jodie-situatie, waar een groep mensen die allemaal op elkaar lijken gehersenspoeld worden, zodat ze denken dat ze een andere persoon zijn, wier naam Jodie is, in dit geval Rose. Maar nee, dat ze een andere persoon is, komt nooit meer in het boek voor. We krijgen geen uitleg hiervoor, en ook zijn er andere momenten in het boek zoals deze. Ook zijn er rare seksuele handelingen in dit boek. In Baghdad wordt Sam uitgekleed en urineert een groep mannen op hem. Hij wordt ook de hele tijd Doc genoemd. Blijkbaar vindt hij dit leuk, want als hij weer thuis is, vraagt hij aan zijn vriendin als zij op hem kan urineren en hem Dog kan noemen. Ik ga niet in details treden, maar het boek doet dat zeker. Hij zegt erover op pagina 87. Ik vind het een leuke grap, ik vind het een zieke grap. Als ik dat gedeelte van het boek las, voelde ik de hele tijd ongemakkelijk. Het laatste, de gebeurtenissen. De thema van dit boek is noodlot, maar niet in de zin dat zijn lot is om een fantastische architect te worden. Er gebeuren steeds slechte dingen met Sam. Hij kan daar niet aan ontsnappen. Twee keer bij twee verschillende landen is hij gevangen. Een leidmotief in het boek is zijn ontwerp voor een operagebouw in Baghdad. Hij is iedere keer mee bezig. Dat toont zijn uitzettingsvermogen. Als lezer is het niet prettig de hoofdpersoon constant te zien lijden. Neem als voorbeeld hiervan bladzijde 71. Hij wacht tot ze terug zullen komen en hem zullen slaan. Het is niet prettig om dat te lezen. Dus ja, ik raad deze boek absoluut niet aan. Het zal zoveel onbeantwoorde vragen opleveren. Het zit vol losse draden. Als je het leest, word je ongemakkelijk. En het ergste is dat je het hoofdpersoon constant aan pijn ziet lijden. Je ziet hem in situaties waarvan je zou willen dat hij niet in zat. En als je klaar bent met het lezen, heb je het gevoel ook dat je zou willen dat je dat niet had gedaan.
Bedankt voor je aandacht.